Hi Boschutter, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 33. En dat is van maandag 15 augustus tot en met zondag 21 augustus. Dus dan een kaartenschut om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Boschutter alsof week 33 een week is die best nog wel een beetje pittig kan aanvoelen. Ik heb het idee dat je het gevoel hebt dat je vrij veel moet. En terwijl je eigenlijk een wat relaxter stukje in je hoofd had. Dat wil niet zeggen dat het niet leuk is. Ik bleef het idee dat je gewoon vrij veel vindt. Dat je aan de slag moet. Terwijl je lekker zou willen ontspannen. Het geeft wel een stukje dat je over dingen na gaat denken. Over hoe je het wil. En misschien is het ook juist wel een stukje dat je vindt dat je misschien wel heel veel moet. Maar dat je het heel graag doet. Omdat je bijvoorbeeld voor familie aan de slag bent. Of omdat het gewoon iets af moet. En dat je daardoor heel erg in beweging bent. En misschien net even iets meer rust zou willen. Het is wel een week waar je dingen voor elkaar gaat krijgen. Dus dat is een stukje wat in ieder geval waarschijnlijk een stukje rust gaat geven. En al met al is het gewoon een week waarin er best wel wat dingen voor elkaar gaan komen. Dit was weer de korte week horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.